bij zee vreunen welkom. Jood is de dag weer uzes. De strijd om de zilveren bal kan beginnen. Komt ie! Yes! Nou man, we nemen het plakje voor even niet. Ja, net! Daar komt hij weer hoor. Ik ga er heel vol zin in, ja. Maar ja, dat wil je altijd van zijn dag, toch? Ik zou volle meesken en ja, dat is heel mooi. Nou, was toch het waker achter de kop woont. Weet het de derde keer? Ja, dat weet je nooit. Ik doe het waardoor gewoon eens best en we shit wel. En de eerste opslag van de dag komt op namen van Herman Spreek. Maar de partij van de eerste omloop is die van het partoer Jan Dirk de Groot tegen Gert-Anne van der Bos. Het is op voorhand ooit de droomfinale, maar het lot bepaalde oors. De beide toppertoeren treffen elkaar op de eerste list. We komen erin bij drie eerste gelijk en zes vijver van der Bos en die. Drie eerste gelijk, zes vijver voor de partoer van Gert-Anne van der Bos. Dus Jan Dirk de Groot brengt de bal achterin, tussenin bij... Daniel Iziger kent hem net van Burkje. Net mooi pakte de kids. En is de spanning hier helemaal. Waarom? Drie eerste gelijk en zes gelijk. Drie eerste gelijk, zes gelijk. Jan Dirk de Groot. Brengt de bal. Boeten het perk. Krijgt een mooie zitbal en maakt de zes gelijk mooi. En nog slachter de bal boeten. Net mooi krijgt het bedoel van Gert-Anne van der Bos de punten. En nemen zij de leiding in deze partij. Nog een trein om hier even te staan. No voor, maar vier om het rijden. En dan gaat het hut, want het wordt ook vier voor me draaien. Vier voor me draaien, Skinner Fjouwer, Klaak Eertsen, Gert-Anne van der Bos. Voor hem maar eens Pieter Riemstra, ja, die bal rond te hut voor hem. En daarmee komt het betoer van Gert-Anne van der Bos op Skinner Zuis. Stiet het betoer van Jan Dirk de Groot op de deur. Vier voor me draaien, Skinner Zuis. Zo'n keer dus die in deze betoer in dit seizoen zien we elkaar. Vijf keer was de betoer van Jan Dirk de Groot te winnen. Maar alle keren in de eerste omloop dat win, drie keer won het betoer van Gert-Anne van der Bos. Daniel Iziger, Ken Rutte niet in de partij uitmaatje? Nee, het is Rezenbieter Heemstra die hem uittrekt. Maar alle lengte die er uit hemzelf had ik in. En daar moet je nog een keer 6-12 naar Telegraaf brengt. Vier partijen 6-12. Gert-Anne van der Bos. Liet hij zien dat hij in de eerste omloop zei altijd winnen van Jan Dirk de Groot. Hij brengt de bal achterin en het is Pierre Peers die de bal kwee uitslaat. En daarmee is de partij die we graag zien in onze finale. Dan aankomen de PC-winners van Verlinde hier. Zij gaan het terug naar de tweede list. Zij winnen van de betoel van Jan Dirk de Groot. Maar vier met rijden en 6-2. Ik zeg toch bij jou persoonlijk vooral een grut ontlading. Ja, nou, grut ontlading. Ik bedoel, het is niet zo dat ik het lekker keert. Maar zijn eerste omloop, daar zit de pers een heel zo druk op. En ja, goed, dat is examen dat het wat toppertoeren mekaar direct treffen. Ja, ja, dan moet de ontlading in grut zijn, toch? Dat is dus meer ontlading als oors. Ja, tuurlijk, het is een eerste omloop en je moet zijn toppertoer die ik winnen kan. Laat je dat traaien in achterkomen en je winnen dat vijf traaien. Heel sterk. Ja, jongen. Ja, tuurlijk zit er druk op. Je moet gewoon goed keert zijn. Anders dan win je net. Nou ja, klaar. En je laat er wat foutjes vallen. Dan ging je er gewoon oud in die man. Ja, dat zei je niet wel. De Groot gaat er dus al, maar stiet toch op de tweede omloop. Want de eerste partij werd woont door Matten van der Leest, Herman Spreek en Volkert van der Wij. Maar van der Leest is plezier en zijn maten willen net met hem verder. Hij maakt plakmaatje voor Jan Dirk de Groot en is er kapot van. Ja, nou ja, wij winnen die omloop en maar toen hebben we dus even niet parteerwest. Nou, en Herman die weer heel stellig, die het zijn van zo gaan we niet verder. Ik wil hier vandaag winnen en dat lukt op deze manier niet. Ik zelf hier trobbel. Uiteraard. Ik omdat ik gewoon eigenlijk geen pine meer viel. Het zit wel, ja, het is misschien iets oors, maar nou, dat speel dat werkt gewoon goed. En ik hier op zich wel, ik hier trobbel. Ja, en ja, Herman is gewoon heel sterk geweest. Volker die zei ik van, nou goed, als het net 100% is. Ja, dan die weer iets diplomatieker, maar die gewoon de wel een beetje mooi. Ja, en dan kist wel heel egoïstisch zijn in de beslissing nemen van ik intro. Maar dan
Lois die zelf, ja, ik hou van druk, maar dit is zo'n onmenselijke druk dan. Om het dan toch te steeds van een keer. Eigenlijk ben je gewoon Ugoit. Ja. Ja. En ik heb het ook moeilijk. Maar...